Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van weerplaza.nl. Een front trekt vandaag over ons land. De bewolking daarvan is goed te zien over de Noordzee, maar helaas ziet de infraroodsatelliet de lage bewolking niet, die momenteel op veel plaatsen boven ons land hangt. Vanochtend op veel plaatsen bewolkt. In Zuid-Limburg nog even de zon. En onder de bewolking, daar valt regelmatig wat lichte regen of motregen. En de wind die draait overal naar het noorden. Die wordt zwak of matig, windkracht 2 of 3. En in de bewolking en regen blijft de temperatuur rond een graad of 15 hangen. In Zuid-Limburg kan het in de zon zelfs nog 23 graden worden. Vanavond dan trekt de regen en bewolking verder naar het zuiden weg. De Waddeneilanden, daar klaart het als eerste op. En de temperatuur ligt halverwege de avond rond zo'n 13 graden. Morgen dan starten we in de ochtend op enkele plaatsen met nevel of mist. De temperatuur loopt uiteindelijk in de loop van de ochtend op naar zo'n 18 of 19 graden. In het noorden valt nog een enkele bui. In Zuid-Limburg kan eerst nog regen vallen, maar ook daar breekt later de zon door. De komende dagen dan blijft het licht wisselvallig met op vrijdagochtend opnieuw kans op mist. Temperaturen dan in de middag rond de graad of 20. Zaterdag valt er een enkele bui, zondag is het meest droog en dan ook temperatuurwaarden tussen de 18 en soms 21 graden. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl